Ik dacht echt dat ik mijn ridder op het witte paard had ontmoet. Maar dat pakte toch even iets anders uit. Wat zeker niet hielp, was dat mijn BFF, met wie ik nog closer was dan met mijn zus, de aanleiding was voor de problemen. Ik bedoel, wat zou jij doen als de jongen op wie je verliefd bent meer interesse heeft in je beste vriendin dan in jou? Hoi, ik heet Chrisje. Ik zit op de middelbare school waar ik veel vriendinnetjes heb met wie ik heel close ben. Dit is Kate. Zij is mijn allerbeste vriendin. Ondanks dat we elkaar pas een jaar kennen, zijn we als zusjes voor elkaar. We doen echt alles samen. Lachen, huilen, zingen, liedjes verzinnen, echt alles. Ze is mijn wederhelft. Op een dag zag ik deze superknappe jongen lopen, vlakbij school. Zijn naam was Sam. Hij had prachtige blauwe ogen, blond haar en een lach die je ter plekke deed smelten. Elke keer als ik hem tegenkwam, dan sloeg mijn hart op hol. Toen Sam en ik in dezelfde klas kwamen, leerde ik hem steeds beter kennen. Toen hij zich bij ons vriendenclubje aansloot op school, waren Kate, Sam en ik onafscheidelijk. Na een tijdje begon ik het moeilijk te vinden om mijn gevoelens voor Sam te verbergen. Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Hij was zo ontzettend knap. Wat ik ook deed, ik kon aan niets anders denken dan aan hem en zijn verleidelijke glimlach. Het was een feit. Ik was super verliefd op hem. Kate was de eerste aan wie ik het vertelde. Ik vertrouwde haar en wist zeker dat zij het aan niemand zou vertellen zonder mijn instemming. Niet lang nadat ik Kate had verteld dat ik verliefd was op Sam, begon hij zich anders tegenover me te gedragen. Hij leek niet op zijn gemak en deed nerveus als we samen waren. Ik vermoedde dat hij erachter was gekomen dat ik hem leuk vond en ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Tegelijkertijd viel het me ook op dat Kate en Sam steeds leuker tegen elkaar deden. Even spookte het door mijn hoofd dat hun plotselinge band meer was dan alleen een vriendschap. Maar ik dacht, no way, Kate is geen flirt, ze zijn gewoon goede vrienden. Maar al snel werden Sam en Kate steeds clever en kon ik het niet langer aanzien. Ik schraapte alle moed bij elkaar om Sam te vertellen wat ik voor hem voelde. Sam, ik vind je leuk, zei ik. Tot mijn verbazing leek Sam niet erg verrast. Ik vertelde hem dat hij zich geen zorgen hoefde te maken, omdat ik er niet op uit was om hem te versieren. Ik wilde gewoon vrienden zijn. Dat meende ik echt. Hij reageerde heel aardig en gaf me die verblindende glimlach. Oh my god, ik kon me even helemaal niet meer focussen. Het leek of ik tijdelijk doof was. Gelukkig duurde dat maar even toen ik begreep wat hij had gezegd. Hij zei dat de vriendschap met mij hem veel waard was. Ik was super blij. Een maand later was ik op een avond aan het chillen op mijn laptop. Surfde door wat YouTube-video's, toen er een appje binnenkwam op mijn mobiel. Het was Kate's moeder. Bel me, alsjeblieft, las ik. Ik dacht dat het een uitnodiging was om komend weekend langs te komen en belde haar. Ze nam niet op en dus besloot ik om Kate te facetimen. Ze keek erg bezorgd toen ze opnam. Weet je nog toen je mij vroeg of ik dacht dat Sam mij leuk vond? Vroeg ze. Ja, reageerde ik. Na een lange stilte zei ze gespannen, nou, hij vindt me leuk. Ik was verdrietig toen ik dat hoorde. Hij vindt mij leuk en ik hem ook, zei ze. Maar ik ga niet met hem daten hoor, dat wil ik jou niet aandoen. Je bent mijn beste vriendin, Chrisje, dat weet je. Ik was verward door wat ze me had gezegd. Een paar minuten na ons telefoongesprek kwam de moeder van Kate mij ophalen, zodat Kate en ik face-to-face konden praten. De hele rit naar hun huis ging als een waas aan me voorbij. Ik kreeg het beeld van Sam en Kate samen, maar niet uit mijn hoofd. We zaten de hele avond samen te praten en te huilen. We vertelden elkaar hoe belangrijk onze vriendschap was. En ik vertelde haar hoeveel ik van haar hield. De hele situatie was verwarrend voor ons allebei. We waren beste vriendinnen en verliefd op dezelfde jongen. Die nacht helden we ons letterlijk in slaap. De volgende dag stuurde Sam een appje. Gaat alles goed? Ik antwoordde, ja, prima, dankjewel. Maar eigenlijk had ik willen zeggen, ik hou van je. Dus, de situatie is als volgt. Sam en Kate zijn aan het daten, maar het is ons drieën gelukt om goede vrienden te blijven. Ik heb er soms nog moeite mee als ik zijn prachtige lach voor me zie. Maar ik weet dat Kate en ik over 10 jaar nog steeds de beste vriendinnen zijn. En hopelijk Sam ook. Ik ben gek op allebei. Wat er ook gebeurt, ik weet gewoon dat onze vriendschap sterker is en alles zal overwinnen. Liefde is tijdelijk. Vriendschap is voor altijd.